De meest gestelde vragen over de studie communicatie beantwoord ik in vak. En daarvoor ben ik vandaag bij HEMA. Naast mij zit Roos Segers en zij heeft communicatie gestudeerd en werkt momenteel als marketing PR-coördinator bij HEMA. Ja, en hoe merk je nou dat jouw studie communicatie terugkomt bij je dagelijkse werkzaamheden? Nou, tijdens mijn studie communicatie moest ik heel veel in werkgroepen opdrachten doen. En dat is eigenlijk wat je bij een bedrijf ook gaat doen. En daarnaast heb ik een aantal hele interessante communicatiestages gelopen. En daar leer je al heel snel hoe het werkende leven eruit ziet. En daar heb ik ontzettend veel aan gehad. Wat zijn de grootste uitdagingen binnen jouw vak? Nou, als we het hebben over reputatie, dan zien wij dat HEMA een merk is van en voor iedereen. Dus iedereen vindt er ook wat van. Het zit echt in mensen in hart. En soms maken we dus ook beslissingen die niet zo populair zijn. Dus bijvoorbeeld tijdens onze Sint-campagne het niet over Zwarte Piet hebben. Of geen plastic knalvuurwerk meer verkopen. En dan kunnen we nog best wel wat positieve, maar ook negatieve reacties krijgen. En aan ons is het dan de taak om te vertellen waarom wij dat vanuit HEMA willen doen. Dan komen we wel wat uitdagingen tegen. Ja, je zei net dat HEMA eigenlijk een hele grote en brede doelgroep heeft. Maar hoe bereik je nou echt die jonge doelgroep? Ja, dat is een hele interessante vraag. Want de gemiddelde HEMA-klant die is tussen de 25 en de 40 jaar. Dus dat is niet een hele jonge doelgroep. Maar we kijken dan per campagne hoe we dan de mediamix gaan inzetten. Dus bijvoorbeeld toen wij B-make-up introduceerden, gingen we op Instagram zitten. En hebben we zelfs een apart Instagram-account voor gestart. Omdat wij zien dat die doelgroep inspiratie zoekt op Instagram. Dus zo kijken we constant waar zit de doelgroep en welke middelen moeten we daarvoor inzetten. Dankjewel Roos. Ik heb alle antwoorden op mijn vakvragen. Maar heb jij nou nog vragen? Ga dan even naar de website.